In de Surinaamse media, Dagblad United News, staan er enkele stukken over de ABOP-fractie. In deze video lees ik enkele stukken voor uit het Surinaamse Dagblad United News over de politieke partij ABOP en hun recente activiteiten en uitspraken. Fractieleider van de VHP, Asis Kumar Veyadin, uit zijn zorgen over de financiering van ABOP-ministeries. Vicepresident Ronnie Brunswijk reageert hierop met beschuldigingen richting president Santokki over de staatsinkomsten. Daarnaast proclameert Brunswijk zichzelf als de meest inteveren persoon van Suriname, terwijl de grondminister Dinota Voorswijk wederom onder vuur ligt vanwege corruptie bij de gronduitgifte. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen volgens de richtlijnen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen. Eerste stuk luidt naar de kop, fractie VHP, wilt opheldering over financiering ministers ABOP. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Assis Kemar Feyedien, fractieleider van coalitiepartij VHP, heeft zijn ongenoegen veruit over de herhaalde uitspraken van vicepresident Ronnie Brunswijk dat ministeries van zijn politieke partij ABOPV financiële middelen ontvangen om hun beleid te voeren. Volgens Gayyadin is het niet goed om bij de samenleving de indruk te wekken dat de VHP een boeman is binnen de regering die schofferend omgaat met haar politieke partners. Hij vraagt zich af in hoeverre de informatie die Brunswijk verstrekt op waarheid berust. Gayadine heeft zijn bezorgdheid hierover kenbaar gemaakt in het parlement en vindt dat de aantijgingen van Brunswijk geen schoonheidsprijs verdienen. Hij dringt aan op een transparant beleid en duidelijke communicatie vanuit de regering om verdere verwarring en imagoschade te voorkomen. Laten we duidelijkheid krijgen van financiën of vanuit de president wat het beleid is. Want het is niet goed voor de samenleving dat aangeveven wordt zeker door belangrijke functionarissen dat er geen middelen vrijgemaakt worden vanwege een bepaalde politieke kleur. Benadrukte Feyadien in de Nationale Assemblee, DNA. De uitspraken van Brunswijk schaden het imago van de VHP, en Feyadin wil hier een einde aan maken. Afgelopen woensdag, voor aanvang van de wekelijkse vervadering van de Raad van Ministers, RVM, klaagde Brunswijk wederom over het gebrek aan middelen bij beleidszaken, met de nadruk op de door ABOP verleide ministeries. We geven niet op. Als er geld is, gaan we door en als er veel geld is, gaan we ook door tot de laatste dag, verklaarde Brunswijk. Indien deze aantijgingen juist zijn, roept Gayadin de regering op om tekst en uitleg te veven. Hij benadrukt dat het belangrijk is om helderheid te verschaffen over het financiële beleid en ervoor te zorgen dat er geen verkeerde indrukken worden verwekt die de samenwerking binnen de coalitie kunnen schaden. Gayadin pleit voor een eerlijke en open communicatie om het vertrouwen van de samenleving te behouden en te versterken. Dit stuk dat ik net heb voorverlezen stamt van 3 juli 2024. Het rare aan dit stuk is dat Brunswijk een soort een stuk had geschreven of laten schrijven op 19 mei 2023 met dezelfde titel Brunswijk wilt antwoorden Santokki over staatsfinanciën. Ik zal lezen wat er vermeend werd in dit oud stuk over ABOP-fractie uit United Nieuwsdagblad van 19 mei 2023. vicepresident Ronnie Brunswijk heeft harde uitspraken gedaan richting president Jean Santokki. Hij gaf aan dat hij rekenschap wil van de president over de staatsinkomsten van de afgelopen drie jaar. Uit onderzoek van de vicepresident blijkt namelijk dat Suriname eigenlijk niet in financiële moeilijkheden had hoeven te verkeren. Brunswijk benadrukt dat hij van de president wil weten wat de staatsinkomsten zijn sinds het aantreden van de regering. Dit is belangrijk om te bepalen welk deel toebehoort aan het district Para en andere verbieden in het binnenland, zoals de districten Brocopondal en Sipalivini. Hoeveel geld heeft IAMGOLD ons per maand? Hoeveel geld heeft Staatsolie ons? En ik heb gehoord dat het bijna een miljard is. Waarom pijnaren wij dan? Al dus Brunswijk. De vicepresident geeft ook aan dat hij moe is van steeds te horen dat er veel geld is om zaken te realiseren die ten goede komen aan de samenleving. Volgens hem berust dit niet op waarheid. Ik ben gaan onderzoeken bij IAMGOLD, bij SUF-GOLD, bij Staatsolie. En toen ik zag hoeveel geld er in kas was. Was ik verdrietig dat het land op deze manier moest leiden, terwijl er geld was. Het is triest, zegt Brunswijk. Hij wordt vaak in de samenleving en in het parlement gevraagd naar de rol van de vicepresident binnen de regering. Brunswijk bekent dat ook hij te maken krijgt met druk binnen de regering, die enorm blijkt te zijn. Ondanks dat blijft hij in de regering om richting te veven aan de ontwikkeling van Suriname en het beleid van de regering. Het uitvoeren van de vele goedgekeurde massives door de ministerraad is een uitdaging. Autorisatie is hierbij een cruciaal punt. De vicepresident werkt. We werken voor heel Suriname, maar vooral voor achtergestelde verbieden willen we ook ontwikkeling, aldus Brunswijk. De meer recentere stuk is van 5 juli 2024, ook uit United News met als kop: Brunswijk proclameert zichzelf tot de meest integere persoon in Suriname. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zichzelf uitgeroepen tot de meest integere persoon in Suriname. De voorzitter van de politieke partij ABOP ging zelfs zo ver om te stellen... ...in gods ogen ben ik erf in teven. Deze uitspraken zijn een reactie op critici die ernstige twijfels hebben over zijn manier van profileren... ...waarbij hij zichzelf presenteert als de juiste leider om Suriname naar grotere hoogte te brengen. Tijdens zijn campagnes promoot hij zichzelf als populair, rijk en een geboorde leider... ...terwijl hij zijn tegenstanders beschuldigt van een gebrek aan integriteit. Het zijn mensen die jaloers zijn op Brunswijk, reageerde de ABOB-voorzitter op de kritiek. Brunswijk vroeg zich af waar al de integere mensen waren toen hij in de jaren 80 als leider van het Jumbo-commando-strijd voerde tegen de militaire dictatuur van Desi Bautista. Niemand kon opstaan. Deze niet-integere man was de man die de strijd is aangevaagd en tot nu toe, al dus Brunswijk, die hiermee zijn integriteit benadrukt aan alle die eraan twijfelen. Hij ziet zijn vicepresidentschap als het ultieme bewijs van zijn integriteit. Als ik niet in Teven was of ben, zou ik nooit hier zo trots staan. Ik ben trots op mezelf, verklaarde Brunswijk. Hoewel hij erkent dat Suriname ook andere in Tevere mensen telt, is er volgens hem geen andere zoals hij. Al dus, Brunswijk. De misschien minder leuk bericht voor sommige vijf als titel: Blunders gaan door ondanks waarschuwingen aan Frontminister. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. President Jan Santokki, vicepresident Ronnie Brunswijk en minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinota Vorswijk. Ondanks herhaaldelijke gesprekken en waarschuwingen van president Jan Santoki lukt het minister Dinota Vorswijk maar niet om de uitgifte van gronden eerlijk en transparant te maken. Er zijn weer nieuwe gevallen opgedoken die voor hijza zorven in de samenleving. In sommige gevallen zijn er zelfs eigendomspercelen uitgeveven met valselijk opgemaakte documenten. De president zegt deze zaak nogmaals met vicepresident Ronnie Brunswijk, de partijvoorzitter van minister Vorswijk, te bespreken. Aan de hand daarvan gaan wij de maatregelen moeten treffen die nodig zijn. In zowel de coalitietop als de Nationale Assemblée, DNA, heeft corruptie met gronden voor wrijving gezorgd binnen de coalitie. Minister Vorswijk is meermalen op het matje geroepen en beloofd te beter, maar het is slechts bij woorden gebleven. Intussen is er ook wat hij zei in Marowijnen. Het district van Brunswijk vanwege dubbele gronduitgifte. President Santoki maakt melding van zeker tien dossiers die op zijn bureau liggen die door Forswijk verklaard moeten worden. De minister had beloofd anders te werk te gaan, zegt hij over eerdere gesprekken met de grondminister. Er zijn toch weer cases opgedoken. Hij wil van Forswijk weten waarom er, ondanks eerdere gesprekken, nog steeds ongeoorloofde handelingen plaatsvinden bij het opmaken van grondpapieren. Het staatshoofd praat zelfs van valse rapporten. Dit waren enkele berichten over de ABOP-fractie IT de Surinaamse media. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.